Drie artsen die Sylvia Millekam hebben behandeld, moeten volgende week voor het Medisch Tuchtcollege verschijnen. De inspectie van de gezondheidszorg verwijt de artsen dat ze de inmiddels overleden actrice niet volgens de juiste richtlijnen hebben behandeld. Sylvia Millekam verbleef de laatste maanden van haar leven in een medisch centrum in Millingen aan de Rijn. Ze overleed in 2001 aan borstkanker.